Goedendag. De zon kwam vanmorgen prachtig op, zoals hier achter me. En dus, soort mooie zonsopkomsten kunnen we de komende dagen ook vaker verwachten. Want het lijkt wel een beetje lente af en toe. Vanmorgen was de lucht op veel plaatsen lange tijd strak blauw. Maar inmiddels komt er wel wat bewolking opzetten. En dat zien we ook op de satelliet terug. Een pakket met wolken die klaar lag boven Duitsland trekt op dit moment het land binnen. En die zon zou steeds vaker schel gaan achter wat wolkenflarden of wat wolkenvelden. Blijft daarbij wel droog en het is ook over het algemeen vrij vriendelijk weer. Maar ja, het weerbeeld zal vanmiddag toch wel iets minder zonnig zijn dan vanmorgen het geval was. Overigens is het zo dat het morgen wel echt overal zonnig wordt. Want we hebben te maken met een sterk hoge drukgebied boven Scandinavië en daaromheen de aanvoer van relatief droge en stabiele lucht vanaf het continent. We zien dus ook morgen weinig bewolking in de berekening. Echter zien we op zaterdag wel wat wolkenflarden op de berekening. Het is vooral hoge bewolking die overtrekt. Dus ook zaterdag zou het zeker nog lange tijd zonnig zijn. Maar in de loop van zondag wordt de bewolking waarschijnlijk toch wel iets dikker vanuit het zuiden. En dan zou er zondagavond misschien ook in het uiterste zuiden een drupje regen kunnen vallen. We gaan eerst nog naar vanmiddag. Vanmiddag, dus die mix van wolkenvelden en zon. En ja, de temperatuur ligt toch wel sterk uit één. In het noorden wordt het maximaal 7 of 8 graden. Bij toch wel een stevige oostenwind dan voelt het ook allemaal een beetje kil en guur aan. Maar ga je wat meer naar het zuiden toe, dan loopt de temperatuur toch nog iets op naar 10 of 11 graden. En uit de wind en in de zon kan het dan ook echt wel lenteachtig aanvoelen. Komende nacht verdwijnt die bewolking en dan is het ook helder. En komende nacht kan onder die heldere hemel het aardig afkoelen... Met ja, minima net iets onder nul in het oosten en noordoosten van het land. Elders blijft hij er iets boven en de wind die blijft nog wel aardig doorstaan. Ook morgen trekt die wind verder aan. Kan af en toe zelfs vrij krachtig worden bij open gebieden in het westen en noorden van het land. Wel is het zo dat het ietsje warmer wordt, 10 tot 12 graden. En de lucht die is dus echt strak blauw. Dus uit de wind is het morgen echt heerlijk weer. Zaterdag neemt dus die bewolking geleidelijk vanuit het zuiden iets toe. Het is vooral hoge bewolking, dus die zon die gaan we echt al goed zien. Het wordt er bij gemiddeld 12 graden, maar in het zuiden zou het zelfs 14 of 15 graden kunnen worden. Zondag wordt de bewolking wel iets dikker, vooral in het zuiden van het land krijgt de zon het lastig. En vanaf maandag krijgt de bewolking geleidelijk echt steeds vaker de overhand. Dinsdag ziet er nou uit dat, het een, dat er een dipje in de temperatuur zit, maar dat is waarschijnlijk wel van tijdelijke aard. Ik wens u een fijne dag.